Papi, dime. In deze vlog gaan we naar Ibiza voor Tomorrowland, de Pepsi Max DJ Contest, waar ik moet jureren en een sessie moet geven. En daarnaast ook de opnames van de videoclip van mijn nieuwe single Papi Dime in Barcelona. Maar ik kan nog iets winnen en dat is wel dit. Deze Tomorrowland goodie bag met daarin deze Tomorrowland pet, een Tomorrowland zonnebril, een Tomorrowland lanyard, zo waar je sleutels kan aanhangen. En een Tomorrowland vlag. Je kent wel zo die grote vlaggen waarmee je staan te wapperen op alle stages. Kijk, boom. Zo ziet hij eruit. Je herkent het wel een klein beetje. Ik ga hem niet helemaal open doen. Dan blijft hij mooi bewaard voor jou. Want je kan hem winnen. Wat je moet doen is reageren op deze video met ik wil de Tomorrowland goodie bag winnen. En ook even subscriben. En als je wilt kan je me ook altijd volgen op Instagram. De link is hier zo ergens in het beeldscherm. En dan kies ik een winnaar en dan stuur ik deze spulletjes allemaal naar jou op. Veel succes en laten we beginnen met de vlog. Let's go! Momenteel op de boot met Tomorrowland voor het Pepsi Max DJ Contest. De finalisten spelen nu een setje van 20 minuten en daarom moet de jury weer oordelen. En uit alle deelnemers gaat er vandaag op deze bootparty een winnaar gekozen worden. Dus laten we gaan kijken. Het was een beetje gestart in mineur eigenlijk, want mijn vlieger had 1,5 uur vertraging. Dus ik was hier 1,5 uur te laat. Normaal een sessie van 1,5 uur. En nu heb ik het maar 50 minuten kunnen doen. Dus het was echt wel een beetje stress, omdat ja, ik wou wel op tijd zijn hier. Dus het was wel een beetje niet zo leuk. Nu zijn we naar de bootparty geweest met Phil Legrand. Ik heb er zelf ook gedraaid. En de andere finalisten hebben ook gedraaid en een setje gedaan. En daarna heb ik eigenlijk de afterparty gedaan samen met Phil Legrand. Wat super, super, super leuk was. Hallo daar! Dus ik ga even slapen. 2000 years later. We zijn naar de uitreiking geweest en de winnaars zijn bekend en die gaan op de Tomorrowland trainen, dat is kei leuk. En oh, er staat een flesje water, handig. Daar zo. En dan zijn we daarna zijn we naar de Pasha geweest. Nu zijn we eerst op restaurant gegaan. En daarna zijn we naar de Pasha geweest. Super leuk, het is echt heel fijn, maar ik voel me nog altijd zo woe, wiggelen van op de boot te zitten. Super raar. Maar oké, ik ga nu lekker, lekker, lekker slapen. Slaap wel. Good morning, amigo. Nu ben ik mijn koffer aan het maken hier zo. Met de Squid, de AS1, de SP16, mijn headphone en so much more stuff. Dus ik ga nu alles pakken. Mijn t-shirt is trouwens, ik weet niet of je het ziet, maar echt super hard verkreukt. Normaal, I don't care, maar dit is echt wel keihard. Maar oké, is wat. Ik ben nu dus mijn koffer aan het maken. Ik kan ook mijn haar even doen. En dan terug naar België. België! Ik heb het hier wel missen. Zo jammer dat ik hier maar 1 dagje eigenlijk ben geweest, want het is hier kei leuk, kei mooi. Look, 3, 2, 1. Ho! Allee. Oh. Dus ik zou echt super, super graag veel langer willen zijn. Haha. Jongens en meisjes, er zit een pots op de camera. We zijn er klaar. Johnny. Nu onderweg naar de gate. Yeah.
kamer hier in Barcelona. Het ziet er mooi uit. Even checken. Hier is mijn koffer, het bed. Mooi bed. TV. Mijn tassie. Badkamer. Een mooie, mooie, mooie badkamer. Zeer belangrijk. En een spiegel daar. Dagspiegel. En hier ook. Sleepjes. Gewoon ook echt super goed. Super goed hier zo. Water, maar ik dacht dat het plastic was. Maar het is glas. En wees gezond. Eet een appel. Eerste locatie hier zo. Met het platte dakachtig iets. Of schuine dakachtig iets. Ik heb een nieuwe bomber gekocht. Van Tammy met veel kleuren. Svenno, zeg eens even hallo! Hola, ¿qué tal? Muy bien! Fire! Dit zijn de rappers van Papi Dime. Introduce yourself, guys. Dag, I don't speak. Say something in Spanish. Hola. Hola, papi. Hola, mami. Mi casa, su casa. Hola. Hello, my dear people. We're currently recording like Papi Dime official video. Papi Dime. We komen nu net terug van de allereerste locatie. Ik ben nu even snel van outfit aan het veranderen. Ik heb nu iets zwart aan met witte schoenen. En een broek met een witte streep. Ik lijk net een fashionista. Negen Mirsalé of Ananushin of Jendel Kuppes. Om het allemaal uit te leggen. Dus ja, nu op naar de tweede locatie. Het wordt... Het gaat iets donkerder worden, ze hebben zo'n sunset die gaat vallen. Dus laten we gaan. Maestro! Yay! De taxi naar de volgende locatie. Carmen, like the main Carmen. Helemaal dood. Maar we zijn er bijna. Hoop ik. Thank you. Ready for a 5-star dinner. McDonald's, what a view. What a view. Papi dime. Ay, ay. Dime, dime. Ay, ay. Y yo no sé lo que me hiciste. Sobrenatural, con tu hechizo me envolviste. No lo puedo negar. Todo ready para el perreo. Que tú me quieres, yo no lo creo. Yo voy a decirte sin rodeo. Dames en heren, de liefste stylisten van heel de wereld. Pokémon, gotta catch 'em all. Pom padam padam pom. Op de volgende locatie met mijn koffer. Please like, subscribe en share. En laat in de comments below achter of jij wilt dat Lennart blauw haar krijgt of blond haar. Ja jongens en meisjes, ik heb mijn weddenschap verloren. En mijn haren worden helemaal blauw. Ah, dat is helemaal maar niet goed, Lord. I love you! Oh, je hebt hem verloren. Mijn haar is blauw. We gaan rollen. Dus dit ziet er echt super vet uit. Check. It's a wrap! Oh. Hey.
Het is nu dag 3, dus we gaan naar huis gaan. Dag 3 hier zo in Barcelona. Ik kan nu even mijn koffer inpakken. Daar zo. Dat nog heel even duren. We hebben ook nog een beetje. Voor de hongerige kijkers een pizza! Oké. Room 307. Oh. Inception. 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 Oké, nu ga ik mijn koffer maken, anders ben ik echt te laat. Nu ik hier toch zit met... Ik heb net mijn valies ingepakt, dus ik heb nog heel eventjes tijd om, een paar vragen te antwoorden vanuit de vorige vlogs. Dus dat ga ik doen. De allereerste vraag is van Sander9750. Hij vraagt, nice video. Merci Sander. Hoe kom je eigenlijk aan je muziek? Dat is een heel goede vraag, want als DJ heb je natuurlijk muziek nodig om te kunnen draaien. Ik ben eigenlijk altijd bezig met muziek zoeken. Waar doe ik dat? Ik doe dat bijvoorbeeld op iTunes, de iTunes top 20 of top 100. En dan voor de rest kijk ik een beetje wat werkt, bijvoorbeeld wat spelen de radio's, Spotify-lijsten die ik volg, ook de Spotify top 100, de Shazam top 100 van België of van Nederland of van Frankrijk of van Duitsland of ja, de omringende landen. Zo kun je heel vaak weten welk liedje er in een bepaald land populair is en dat die dan enkele weken later ook in België populair, dus daar kun je zo'n klein beetje voorspellen. Voor de rest ook heel veel op YouTube, de videoclips en de muziek van op YouTube, van channels die remixen uitbrengen. Een andere goede channel, of ja, meer een platform, is eigenlijk DJ City. En op DJ City vind ik heel vaak intro mixen, extended mixen of coole remixen. Dat gebruik ik vaak. Voor de rest vooral radio's en radioshows van andere DJ's. Heel veel DJ's zoals Dimitri Vegas Like Mike, Martin Garrix, Defected en labels ook. Die hebben eigenlijk radioshows waarin ze hun nieuwe platen naar voren schuiven of de nieuwe platen van hun vrienden draaien. En daarin merk je heel snel dat er onbekende platen in zitten die heel cool zijn. En dan zoek je die weer op en dan komt die later uit. En zo kun je eigenlijk ook weer nieuwe platen ontdekken. Dus eigenlijk continu in beweging zijn en continu alles proberen volgen. En zo kom ik eigenlijk een beetje aan mijn nieuwe muziek. Ik moet nu gewoon mijn koffer nemen en dan papauw, terug naar België. Dus ik denk dat we de vlog hier zou kunnen afronden. Ik wil jou super hard bedanken om te kijken alweer naar deze DJ Live vlog. Als je nieuw was en je wilt bepaalde dingen zien of je hebt vragen, laat het dan weten in de reactie hieronder. En ik hoop jullie de volgende keer terug te zien. Bye bye!